Goedenavond, ik ben Tim en met mij is Itz, die zullen jullie zo zien in het filmpje. En wij zijn hier nu om een rondleiding te filmen over Rutters Eiland, zodat jullie een kijkje krijgen van hoe Rutters Eiland er een beetje uitziet. Het is natuurlijk een beetje anders dan normaal, omdat er nu helemaal niemand is vanwege de coronamaatregelen. Maar we willen jullie toch een kleine impressie geven, dus loop maar mee. We zijn hier nu buiten bij Rutters Eiland, dus hier kun je normaal gewoon buiten roken, je ding doen, chillen. En dan heb je hier de grote hal van gebouw A waar we nu naartoe lopen. En in het gebouw ABC waar we nu naartoe gaan, dat is waar je de meeste les hebt als politicologie student. Er zijn nu natuurlijk allerlei maatregelen getroffen, maar normaal is het altijd anders. Laat deze ingang eigenlijk niet gebruiken, maar voor het filmpje zal vast de uitzondering worden gemaakt. En dit is dus de grote hal waar je normaal altijd binnenkomt. En daarachter is een kleine kantine waar je wat te eten kan kopen. En hier omheen zijn alle klaslokalen en collegezalen. En dit is dus het A-gebouw, want het zijn verschillende gebouwen. Die zijn ingedeeld per letter. En zo kun je altijd makkelijk de weg vinden hier. Zometeen zullen we doorlopen naar de andere plekken. Hallo, ik ben dus Itz. En op dit moment zijn we in A-001. A-001 is de grootste hoorcollegezaal die we hebben op Rutters Eiland. Als een eerstejaars student van politicologie ga je in het eerste blok deze zaal niet zoveel zien, omdat je twee tracks hebt binnen political science. Je hebt Engelse track en Nederlandse track en in blok 1 zijn die colleges gescheiden. Pas in het tweede blok, wanneer je vakken krijgt zoals public policy and governance, ga je colleges hebben samen met de Engelse track en ga je deze zaal dus ook gebruiken. In het tweede jaar als student van politicologie ga je het ook niet heel veel gebruiken, omdat je dan gaat specialiseren in een bepaald gebied. Dus dan ga je ook in wat kleinere zalen colleges hebben. Dit is een werkgroeplokaal. Hier heb je dus werkgroepen. Een werkgroep is eigenlijk een soort van klasje van 20 man met een docent erbij. Waarmee je eigenlijk meer met de stof aan de slag gaat. Dus je krijgt in zo'n collegezaal met 200-300 man zit je en dan krijg je heel veel theorie op je afgevuurd. Maar eigenlijk bij de werkgroepen ga je echt aan de slag met die stof. En dan heb je ook veel interactie met medestudenten en docenten. Waardoor je eigenlijk de stof pas echt heel goed gaat begrijpen. Dit is een van de studiehubs die we hebben hier op Rutters Eiland. Door het hele gebouw heen zijn op allerlei plekken, waar je kunt studeren. Maar je hebt ook wat grote ruimtes zoals hierachter. Dit is dan geen stilteruimte, vandaar dat ik er ook lekker doorheen mag babbelen. Maar je hebt ook nog andere ruimtes waar het altijd helemaal stil is. En hier kun je dus als student gewoon altijd je plekje pakken om even lekker een dagje te gaan studeren. En dit is de common room. Dit is een soort van de huiskamer van Rutters Eiland. Alle sociale wetenschapsstudenten kunnen hier eigenlijk altijd terecht om lekker te zitten, om te studeren. Maar je kunt hier ook bijvoorbeeld altijd een biertje halen. Of een andere versnapering. Dus een leuke plek om te hangen. Maar hier om het hoekje is ook de Machiavelli-kamer. En die is alleen voor politicologie-studenten. Dus waar je hier als studenten naartoe kunnen, is dit een soort van de huiskamer voor politicologie-studenten. Dit is dus waar normaal het bestuur van studievereniging Machiavelli zit te werken. Maar ook waar leden altijd kunnen zitten. En als studievereniging Machiavelli organiseren, zoals jullie kunnen zien, heel veel evenementen. En dat doen we ook heel lang. We zijn de grootste en oudste studievereniging voor politicologie-studenten van heel Nederland. En door het jaar heen organiseren we bijvoorbeeld elke week een borrel, maar ook reizen. Dit jaar zijn we al bijvoorbeeld naar Budapest, Gdansk, Kaliningrad, Madrid, Brussel en nog veel andere plekken geweest. Maar we organiseren ook politieke activiteiten. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een groot evenement over Brexit georganiseerd en hebben Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, ontvangen. Maar ook daarnaast organiseren we onderwijsevenementen, zoals een groot symposium met Paul Cliteur, Sine Ustil en andere belangrijke sprekers. En deze open avond. En tenslotte houden we ook ons bezig met de kwaliteit van het onderwijs van de politicologie studenten en of er een korting aan op te boeken, waarvoor ook best wel veel lid worden. Maar hier kunnen jullie dus altijd terecht voor een kopje koffie of wat dan ook. We zijn nu op de brug. De brug is eigenlijk het verbindingspunt tussen het C-gebouw en het D-gebouw. De brug, we zijn nu eigenlijk boven een kanaal. Dit Rutters Eiland is ook eigenlijk het enige gebouw in Amsterdam dat over een kanaal is gebouwd. Want, zoals je ziet is daar allemaal water. Op de brug kan je een beetje, je kan leren, je kan een beetje eten, want we hebben een hele lekkere kantine. Je kan zelfs piano spelen hier. En boeken lezen, je kan van alles doen hier. Het is meer een beetje een plek om lekker samen te komen, lekker even relaxed te pakken. Gewoon een beetje je dingetje te doen. Ik ben net al een soort technische ploeg aangesproken dat ik iets langzamer moet praten, dus dat zou ik proberen vanaf nu in het filmpje. We zijn nu op de 10e verdieping en allereerst heb je hier een prachtig uitzicht over de stad Amsterdam. We zien ook meteen een beetje waar Rutters Eiland ligt. We zitten hier op het randje van het centrum in Amsterdam-Oost. Dus je ziet hier achter bijvoorbeeld het Tropenmuseum liggen, dat ligt hier om de hoek. En je zit vlakbij de Weesperplein, makkelijk te bereiken met de metro. En op de 10e verdieping heb je niet alleen het mooiste uitzicht, maar hier zitten ook alle docenten van de studie politicologie.
die werken op de 8e, 9e en 10e verdieping. Dus daar kun je ook altijd langslopen als je nog een vraag hebt of ze ergens anders voor nodig hebt. We staan hier nu in de Eelverroetseiland. Dat is dus als je over de brug gaat, kom je hier uit. En je zult hier niet heel vaak les hebben als politicologie student, maar je zult er wel vaak doorheen lopen, bijvoorbeeld naar de kantine of als je naar de andere kant van de campus moet. En hier in deze hal vindt ook altijd Room for Discussion plaats. Dat is een soort interviewplatform waar vrij grote namen altijd komen. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld samen met Machiavelli en Room for Discussion hebben we Charles Michel mogen interviewen. En hij is nu de voorzitter van de Europese Raad. Dus hier zul je nog af en toe doorheen lopen. We zijn nu in de kantine bij het Hagedal, waar allerlei kraampjes zijn, waar je dingen kan halen als tosti's, lumpia's, denk aan pokeballs, van alles. Het zijn hele lekkere, hier is ook echt lekker eten, want het wordt gemaakt door particuliere mensen die hierin zitten. En dus hier kan je gewoon lekker zitten als je toe bent aan een echt goede lunch. Daar kan je ook lekker zitten, allemaal zitplekjes om gewoon lekker te lunchen. We staan hier bij Roeders Weiland, dat is een groot grasveld ja, bij Roeders Eiland. Waar je lekker gewoon, als het lekker zonnig is, gewoon lekker even kan zitten, even kan studeren in de zon. En hier achter mij ligt Kreeën. En Kreeën is het culturele instituut van de UvA. Je hebt daar een hele leuke kroeg bij zitten waar je altijd terecht kan voor een lekker biertje. Maar er worden ook allerlei cursussen en evenementen georganiseerd. Dus daar kun je altijd terecht als je meer behoefte hebt aan cultuur. Nou, en dit was onze rondleiding. Hartstikke bedankt voor je aandacht. En hieronder in de beschrijving van dit YouTube-filmpje staan de links naar de colleges van Erik Slies en Marcel Hanegraaf. Dus als jullie in het Nederlands willen, moet jullie daarop klikken en Engels moeten jullie daarop klikken. En dan zien we jullie zo in de colleges. Dank je.